Ik ben Martijn Rutgers, ik ben voorganger bij Oase van Nieuw-West, een missionaire multiculturele gemeente. En ik heb ontzettend veel zin jullie allemaal te ontmoeten op de Nieuwe Eindzomerconferentie. Bij het thema Kingdom People denk ik vooral aan het ongelooflijke voorrecht wat we als christenen hebben om Jezus te volgen en zijn liefde en zijn vrede en vrolijkheid handen en voeten te geven op de plek waar God ons geplaatst heeft. Waar ik op de afsluitende avond over zal spreken is hoe we kerk kunnen zijn in de kracht van de Heilige Geest. En dan met name op een manier dat sustainable is, dat we het vol kunnen houden. Want we kunnen op zo'n zomerconferentie kunnen we zo geïnspireerd worden en bemoedigd en uitgedaagd dat we volop plannen en ideeën weer teruggaan naar onze eigen kerken en plekken waar we wonen. En dan komen we soms achter dat de praktijk een stuk weer weerbarstiger is. Nou, daar zou ik het over hebben. En ik zal ook vooral dat doen aan de hand van verhalen vanuit de ervaring die we hebben als Oase voor Nieuw-West. En dat zijn echt niet de grote succesverhalen. En ik geloof juist ook dat de kracht van de geest, dat niet zozeer zichtbaar wordt in het grootste en meeslepende, en in de grote wonderen, maar juist in het kleine en het kwetsbare, in het leven van alle dag. 2 jaar geleden werd een jongen in Oase gedoopt. En zijn moeder was daarbij aanwezig. Op een gegeven moment kwam ze ook een keer mee naar Oase. Nu, 1,5 jaar later, heeft ze een alfacursus gedaan. Heeft ze een introductiecursus gedaan, wil ze lid worden van Oase. En zei ze pas tegen mij, Martijn, ik heb nu voor het eerst in mijn leven het idee dat ik een familie heb. Nou, dat is de familie van Jezus en dat heeft haar leven echt helemaal veranderd. Hoe kun je je voorbereiden op de conferentie? Nou, wat mij altijd heel erg helpt, is om niet vanuit een overvolle werkweek vol adrenaline en deadlines in je hoofd zo'n conferentie binnen te rollen, maar echt even de tijd te nemen om tot rust te komen. En ook echt aan God te vragen, Heer, wat heeft u voor mij, voor mijn gezin, voor mijn gemeente, mijn woonplaats, en wat wilt u tot ons, tot mij zeggen? Ik zal spreken op de afsluitende avond, donderdagavond om 7 uur in de Celebration Tent.